Met seizoen 14 in de stijgers gaan we enkele impactvolle veranderingen zien binnen League of Legends. Daarom overlopen we samen met jullie nog eens snel de drie grootste wijzigingen en wat je kan verwachten. De map. Summoner's Rift krijgt enkele aanpassingen in het volgende seizoen. Zo zal er meer balans zijn tussen de blue en de red side. De midlane en de toplane krijgen andere entrances richting de jungle, waardoor ze in theorie veiliger kunnen spelen. Maar the jury is still out on that one. Botlane daarentegen wordt dan weer iets meer symmetrisch, waardoor ze allebei evenwaardig zouden openstaan voor ganks vanuit de jungle. Ook de monsters die we gaan zien in de jungle krijgen een aantal wijzigingen. Zo zien we nu de introductie van de Void Grubs voor we de Rift Herald krijgen. Deze monsters kunnen bijstaan in het neerhalen van towers. De Rift Herald zelf zal nu op 14 minuten spawnen, nadat de turret plates al verdwenen zijn dus. Belangrijk om te weten is ook dat de Rift Herald nu bestuurbaar is en ook enemy champions een knock-up kan toedienen. Baron Nashor op zijn beurt kan nu in 3 verschillende vormen spawnen en heeft voor elke vorm een unieke pit. Daardoor zullen teams zich moeten aanpassen en nieuwe manieren moeten zoeken om die belangrijke teamfights rond Baron te winnen. Ten slotte zal de map na 20 minuten spelen veranderen, waardoor veel jungle camps veranderen in Voidborn camps. Deze zijn moeilijker om neer te halen, maar brengen grotere rewards met zich mee. Zo zullen de red en blue buff voor je volledige team actief worden en de Voidborn Rift Scuttler zal champions revealen in een groot gebied rondom zich. Dat is echter niet alles, want het zet ook alle enemy wards die je tegenkomt op 1 HP. Items. We zullen geen mythic items meer zien in League of Legends, want de volledige staat van items krijgt een fikse rework. Momenteel wordt er nog volop getest in de PBE, maar het is de bedoeling dat de wijzigingen champion builds meer flexibel gaat maken. Zo wordt Ezreal bijvoorbeeld niet meer geforceerd om Trinity Force te bouwen, maar kan hij experimenteren met bijvoorbeeld Essence Reaver. Champion Quests. Ten slotte hebben we nog de Champion Quests, diverse sidequests die worden toegevoegd aan de game. Dit zijn onder andere quests gebaseerd op 2 champions die op een bepaalde manier aan elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld hiervan zijn Renekton en Nasus, die in de League of Legends lore broers zijn. Hun quest wordt bijvoorbeeld actief vanaf level 11, waarbij de champion die een kill kan scoren op de andere terwijl zijn ultimate actief is, een bonus krijgt. In dit geval is die bonus een 3 seconden langer durende ultimate en een increase in size. Tot zover een beknopt overzicht van de grootste wijzigingen. Uiteraard kunnen we flink dieper ingaan op al deze veranderingen, maar dan kunnen we uren en uren praten over alle verschillende mogelijkheden. Al bij al is dit een van de grootste wijzigingen die League of Legends ziet in jaren tijd, waarbij de game, en vooral de map, op een fundamentele manier zal veranderen. Wij zijn alvast benieuwd naar het effect dat het zal hebben op de wedstrijden in de Elite Series.